Lasagne movies. Je kent het wel, je loopt over straat, komt de chickie tegen, wordt verliefd en bent er na een halfjaartje al spuugt ze alles om je heen, verandert in een levende hel, ze kost veel te veel geld en je moet van eraf. Daarom vandaag 19 smoesjes om je vriendin te dumpen. Kort gezegd zijn eigenlijk alle vlinders die ik ooit voor jou in mijn buik had, ontsnapt of wel via de spijsvertering uitgepoept. De enige reden dat wij twee überhaupt iets hadden was vanwege je Netflix-account. Maar ik heb alles nu al gezien van Breaking Bad. Ik zeg maar altijd zo, vrouwen kunnen orgasme faken, hè, liefie? Maar mannen een hele relatie. Er is nog altijd iets wat ik je wil vertellen sinds de allereerste dag dat ik je tegenkwam. En dat is, vaarwel! Hey, succes met je leven! Jojo! Ik zie onze relatie een beetje als de kleren die jij draagt. Helemaal uit. Ik ben homo. Maar ik ben een man. Oh god, dan ben ik weer heteroseksueel. Dus jij wil een goocheltruc zien. Let op, ik heb deze pen en 3, 2, 1, poef, je bent weer single. Tadaa. I-J-K. Kijk eens, het ligt er. Zo. Wat is uiteindelijk? Nee, het is uit. Eindelijk. Yes. Het is uit. Ah, nou niet zo doen. Hierom is het dus uit. Het ligt niet aan jou. Ik kan het niet zeggen zonder te lachen, sorry. Sorry. Oké, klop. Oh, wie is daar? Jij. Jij wie? Jij bent weer single. Ik moet het uitmaken, want ik hou van iemand anders nu. Wie dan? Is het kutje die vuile slet? Nee. Ik ben het zelf. Ik ben gewoon allergisch voor die slechte seks van ons. Omdat mijn zusje altijd mijn kamer binnenkomt, dat vindt ze altijd leuk. Wacht even. Met Bardo. Ja, liefje, hoe is het? Ja, ook wel geil. Ik zit nu met dat zeikwijf naast me, ja. Oh ja, nee, dat ga ik nog meedelen. Eén seconde. Hé, het is uit, oké? Ja? Nee, kom naar je huis, is goed. Ken jij de tv-serie Friends, of niet? Ja, Joey en Chandler en alles. Ja, leuk. Ja. Zoiets moeten wij dan ook zijn, alleen dan zien we elkaar nooit meer weer. Ik zie onze relatie een beetje als een blinde man die wil gaan tennissen. Het gaat nooit werken. Wil je goede grappen horen? Onze relatie. Dat is toch ook echt. En dan? Dat was de grap. Dat is... Welke legendarische gebeurtenis eindigde op deze dag? De Tweede Wereldoorlog? Nee. Onze relatie. Het eindigt vandaag. Nou, niet weer huilen, hè? Oh, jeetje toch. Je gezicht is natter dan de rest van je lijf. Hallo! Ik heb een boodschap voor je. Het is uit. Haha! Hoer! Yo, dat gasten, vond je deze video leuk? Geef dan vooral een blauw duimpje hier beneden. En als je daar beneden toch actief bent, klik dan vooral ook op abonneren. En deel deze video met al je vrienden. Want dan zijn al je vrienden ook af van hun vriendinnen. Heb je meer vrije tijd, toch? Maar het is niet uit de zon, toch? Ja, het is wel uit. Sorry. Ah, niet weer huilen nu. Oh, god. Jongen, klik verder hier bij de andere smoesjes video's. En stuur deze video dus door, zodat iedereen van zijn vriendin af is. Oh ja, trouwens. Café Joost bedankt. Sorry. Banjo Movies every Sunday at 2:00.